Hoi, welkom bij week 8 van de call. Het is weer de ene laatste week. Nou, de vorige week hebben we gewoon heen en weer over de hele lengte van de sjaal gebreid. Die week daarvoor hadden we zo dwars gebreid. Dat gaan we deze week weer doen. Ander patroontje. Dit patroontje krijgt punten. Dus het is leuk. Wel wat ingewikkelder. Het is een herhaling van 28 naalden. Dus durf waar je bent in je patroon. Het is ook wel te zien aan de hoeveelheid steken waar je ongeveer zit in je patroon. Maar beter is het om toch te turven. Als je geen punten wil in je sjaal, dan brei je gewoon nog een keertje dit patroon. Het is namelijk een heel leuk patroon. Maar ik vind de punten wel heel charmant in dit patroon. We gaan 11 steken extra opzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stuks. En deze gaan we breien. Zo. We pakken weer de korte rondbreinaald erbij met een stopje op het uiteinde en brei je de eerste 10 steken recht. Dus 7, 9, 10. Je 11e steek, die brei je samen met de eerste steek van je sjaal. En dat doen we gewoon recht samen breien. De vorige keer hadden we iets anders gedaan. Maar nu wil ik niet zo'n randje erop, dus ik brei hem gewoon recht samen. Niks bijzonders. Draai ik mijn werk om. Zo. En nu hou ik de eerste steek averecht af met de draad voor mijn werk. Draad achter mijn werk. En de teruggaande naald brei ik recht. In dit patroon wordt elke teruggaande naald recht gebreid. Je haalt de eerste af. En je breidt de hele bups recht. Ik ga jullie niet het patroon laten zien. Dat staat op de website uitgeschreven en er staat een telpatroon bij. Maar als je onthoudt dat altijd de teruggaande naald recht wordt gebreid. En de heengaande naald in patroon, dan moet het goed komen. Nou, van deze week is best wel veel werk. Volgende week hebben we weinig werk. Het is de laatste week dan en dan gaan we de steken afkanten. Dus geen stress, geen paniek. Volgende week heb je een inhaalweek. Het is tevens je laatste week. Dus geniet er nog even van. Veel plezier en tot volgende week.